Ligt hij nog in bed? Voor jullie aan het werk. Voedzame lunch. Nuanceert alles af. Dankjewel. Tomaatjes. Ja, maar voor free in de Lidl. Hallo, hallo. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Varenbellinga, gezond leefstijlgezin. En superleuk dat je vandaag weer een dagje met ons meekijkt. We hebben net het ontbijt al op. Ja, wacht, ik wil jullie heel eventjes vertellen dat vanmiddag ook om 4 uur een nieuwe video online komt. En dat is een nieuw soort video en dat noem ik het weekoverzicht. Want ik krijg regelmatig de vraag van jullie van Farah, wanneer zijn deze vlogs precies opgenomen? Omdat we dus al best wel wat dagen achterlopen. En jullie het wel leuk vinden om te weten wanneer de vlogs zijn upgeload of zijn gemaakt, zeg maar. Dus iedere week wil ik een weekoverzicht gaan maken van alle voorstukjes van de vlogs. Dus jullie krijgen vanmiddag een korte video te zien. Het duurt 4 minuutjes of zo. Met alle voorstukjes van de afgelopen vlogs van de afgelopen week. Met de datum erbij, wanneer die zijn opgeload, zeg maar, upgeload. Dus echt een soort kort weekoverzicht van onze vlogs van de hele week. En het is gewoon een uitprobeerseltje. Ik zat gisteravond te monteren en ik dacht, hey, misschien is dat misschien een leuk idee. Als ik al die voorstukjes gebruik in één klein stuk vlogje of zo, zeg maar. En dan de datum erbij zet. Dus het is echt even een probeerseltje. Als jullie het leuk vinden, ga ik ermee door. Als jullie het niet leuk vinden of ja, whatever. Ik weet niet, als niemand erna gaat kijken, dan ga ik er niet mee door. Maar goed, vandaag gaan jullie het vanmiddag dus zien dat dat weekoverzicht videootje met de datums. Dus dat wou ik heel eventjes vertellen. Dat dus in ieder geval de reden is dat er vanmiddag nog een weekoverzicht videootje online komt van alle vlogs van de afgelopen week. Wat we vandaag gaan doen is, het is echt heel vies miserig weer. En we moeten boodschappen doen. Dus wat ik zo meteen eerst ga doen is even een boodschappenlijstje maken. En deze week willen we heel graag bij de Lidl boodschappen gaan doen. Omdat we, er is hier ook in een ander winkelcentrum. Bij ons in het winkelcentrum zit geen Lidl. Maar in een ander winkelcentrum hier in de buurt hebben ze een nieuwe Lidl. Nou, hij is verbouwd. Dus het is wat groter en wat mooier en zo geworden. En we willen die gewoon gaan uittesten. En jullie zeggen ook veel onder de video van, goh, de Lidl heeft wel het goedkoopste groente en fruit. En dat weet ik ook wel dat dat zo is. Maar goed, er zit hier geen Lidl in de buurt. Maar goed, we hadden wel zoiets. We gaan dat wel gewoon een keer doen. Want we vinden het heel erg leuk om ook andere supermarkten uit te proberen. En te kijken wat voor producten ze daar hebben. En het is een hele mooie Lidl geworden. Dus ja, dit is weer een boodschaplijstje voor deze week. Nou, Lucilla doet heel even haar middag-ochtendslaapje. En Luan zit hier lekker even op de bank een vlogje te kijken. Hè? Wat ben je aan het kijken? Buik schilderen. Laat eens kijken. Deze. Van toen ik nog zwanger was van Lucilla. Hebben Luan en papa mijn buik geschilderd, hè? Ja. Vond je dat zo'n leuk videootje? Kriebelt wel. Ja. En hij heeft net wat zitten snoepen. Wat rozijntjes. Die heeft hij al bijna op. En ik ben ook aan het snoepen. Nee, grapje. Een gezond tussendoortje natuurlijk. Kijk. Ik heb hier mijn crackertjes met appelstroop. En lekkere snoeptomaatjes. En ik was van plan even nog een kopje thee in te schenken. Werkt trouwens echt goed. Ook een tipje tussendoor. Als je moeite hebt met water drinken of met thee drinken. Gewoon in de ochtend zo'n hele grote kan zetten. Met thee erin. En dan gewoon op het aanrecht zetten. En iedere keer als je je theekopje op hebt, vul je hem weer bij. Dan drink je echt zo'n liter, 2 liter op een dag. Drink je wel niet weg. Voor mij werkt het echt super handig om aan mijn waterinname te komen. Dus, oh ja, en trouwens, als je thee wil drinken voor je waterinname, kijk ervoor uit dat je geen thee gebruikt waar looizuur en dat soort dingen bij in zitten. Zoals aardbei, citroen, sinaasappelsmaakjes. Maar ga echt voor een kruidenthee, zoals witte thee, gemberthee. Dit is muntthee. Dat soort kruidentheetjes, zeg maar, die zijn beter voor je dan een aardbeiensmaakje thee of zo, zeg maar. Eens even kijken waar Daniel uithangt. Jullie zullen wel denken. Ligt hij nog in bed? Nou, hij is wel bij het bed, maar ik ga ervan uit dat hij niet in het bed ligt. Kijk, hier zie ik hem. Work. In de badjas nog wel. Work, voor jullie aan het werk. Druk voor jullie aan het werk. De vlogs aan het schrijven en het inplannen.
dat ze natuurlijk voor jullie om tijd, 's morgens om 7 uur, online komen. Dat is de implant, man. Sneeuw, dat wil je niet hebben. Maar ik heb niet eens tijd gehad om heen. Nee, ik zie het. Sneeuw nog te stijlen. Mooi kapsel. Maar duimpjes hoog voor de monteerafdeling van Varen. En duimpjes hoog voor de implantafdeling van Nani. We zullen slapen, dus als het wakker wordt, dan gaan we boodschappen doen. Dan doe ik gel in mijn haar. Dan doen we wel even gel in je haar, want ik heb het boodschappenlijstje al klaar. Dus dan kunnen we zo boodschappen doen. En, oh ja, en eerst gaan we nog even lunchen. Ja. Voordat we gaan. Ik moet heel zachtjes staan. Lucy Lally slaapt, kijk. Nou, die slaapt dus nog als een roosje. Laten we dus nog even lekker slapen. En ik ga weer even lekker naar beneden met Luan. Een tussendoortje eten. En het is weer lunchtijd. En ik had nog soep over van gisteravond. De groentesoep die ik had gemaakt. Met heel veel verse groentjes erin en oh. En met knoflook erin en dat ruik je, want het ruikt heerlijk. En deze warm ik weer heel even op, want kunnen we morgen nog even opmaken. En daarbij eten we wat roggebrood. Kijk, ik heb hier lekker roggebrood. Met een plakje chervelaat en wat zuivelspread erop. En dat eten we er dan bij. Dus dan hebben we een lekkere, goede, voedzame lunch. Alweer. Jippie de pipi. Bonjour, bonjour. En we zijn weer in het lunchen. Ik heb hier dus die soep die ik lekker had gemaakt gisteren. Met het roggebroodje, met de zuivelspread erop. En een plakje chocolaat. Bon appétit. Smakelijk. Wat is het, Lucia? Nou, ons prinsesje is weer wakker. En ze is helemaal verbaasd, want... De tuinman is bezig met de takelwagen, of nee, met de graafmachine. Oh, dat is mooi, dus hè? Ja, voilà. Oh, goed zo. Boodschappentas? Ja. Je sleutel? Ja. In de auto. In de auto. Op weg naar de supermarkt. Gaan we boodschapjes doen? Gaan we weer de boodschapjes doen? Ja. Muesli. Johan, hou jij het lijstje bij? Johan schreef alles af. Ja. Dankjewel. Ik heb geen banaan. Kijk eens lekker zitten. Geef haar nog maar een stukje, mama. Ze vindt ze van mij weer heel zoet. Papa, kijk! Zo! Krentenbollen. Krentenbollen. Ik heb een mooie arm met een maatje. Zo! Hier hebben ze hier weer een hele andere pak met vis. Ja, dat is zo lekker ruim, hè? Ja. Een beetje dat witte Jan de Boevrie achter. Alles zo ruimtelijk wit. Jan de Boevrie in de Lidl. Ja, mooi toch? Ja, daar doet hij ook zo boodschap aan. Ja, vind je dat ook? Mm-hmm. Vind je dat ook? Hm? Okay. Oh, de hele berg op de band. Grap en vast. En we zijn weer thuis van boodschappen doen. En ik ben weer eventjes alles aan het uitstallen. De tassen en zo. Want ik ga weer zo voor jullie shoplog opnemen. Die trouwens morgen online komt om 4 uur. Want vandaag krijgen jullie dus die dat weekoverzicht. En Daniel, Luan en Lucilla zijn aan het grasmaaien. Hey. Mooi hoor. Zo,
ik heb net de shoplog voor jullie opgenomen. En het gaat over mijn valkuil met de gezonde boodschappen doen. En dat ik ook heel erg benieuwd ben naar jullie valkuilen met de gezonde boodschappen doen. Deze boodschappen shoplog komt dus morgen om 4 uur online. Als extra bonusvideo op slankenfittv.nl. En het is weer tijd om avondeten te gaan maken. En zoals het vaak op mijn boodschappendag is, ga ik vaak in de avond eten maken wat in de koelkast het langste ligt, zeg maar. Dus ik haal, als ik de nieuwe boodschappen in de koelkast leg, haal ik het oudste eruit. Of in ieder geval leg ik het vooraan. Zodat ik weet dat ik dat als eerste moet opmaken. Zodat het dus niet alsnog over datum raakt. Dus ik ga nu iets maken. Geen idee hoe, wat of wat, zeg maar. Dit is gewoon wat op moet. Dus dat ga ik gewoon bakken. Dat zijn deze snijbonen. Een prei. Deze moet echt op. Deze worteltjes, die moeten ook op. Die ga ik gewoon tussen dat ik aan het koken ben, ga ik die opsnoepen. Want Daniel vindt dit konijnenvoer, zoals jullie hebben gezien in vorige vlogs. Maar ik vind het lekker. En wat snoeptomaatjes erbij. Dit moet ook op. Want kijk, dit staat al bol. Deze staat helemaal bol. Dus die ga ik ook opeten vandaag. Die is wel tot 4 april, maar ik ga nu opeten. En we hebben lekkere kipburgertjes vandaag. Dus hiervan ga ik iets in elkaar fabriceren. Was hem weer de vlog. Wij gaan lekker aan tafel. Vond je dit nou weer een leuke video? Doe dan natuurlijk even de duimpjes omhoog op de vlog om ons te laten weten dat je weer een leuke video vond. En laat eventueel een leuke reactie achter. Dat is ook altijd leuk, ja? Kom zien. Oh, je lepel. Ga je met me helpen met zwaaien dan? Zeg je abonneren op Slanke Fit TV? Nee. Nee, vandaag even niet? Nee. Oké. Mama het zeggen? Ja! En vergeet vooral niet te abonneren op Slanke en Fit TV voor onze dagelijkse nieuwe vlogs en alle bonusvideo's. Ja? Bonusvideo's. Bonusvideo's en extra video's. Dankjewel voor het kijken en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Dag! Dag! Mag je lekker slapen? Ja, lekker slapen. Eerst een bad en dan een bed. Eerst eten, hè? Eerst lekker eten? Ja. Oké, okay, goed zo. Ja. Oh, omelet is klaar. Kijk eens, papa. Oeh. Een omelet. Heb je ook die thuispak aan gedaan? Voor de baron, ja. We gaan met de kinderen lekker.